Hi, Robin hier en welkom bij de eerste aflevering van Robin Small Talk. Dit seizoen ga ik samen met jullie de Mol ontmaskeren en uiteraard nu voor de Mol België. Deze video zal waarschijnlijk ook langer zijn dan de volgende video's en dit komt eigenlijk voornamelijk doordat ik aflevering 1 en 2 deze video wil gaan bespreken. Tevens zeg ik ook alvast dat ik de afvallers van aflevering 1 en 2 niet meeneem in deze video. Dit deed ik ook natuurlijk bij Wie is de Mol. En als laatste puntje, het script is afgelopen zondag geschreven voordat de nieuwe aflevering van De Mol te zien was. En ik wil dan ook nadrukkelijk zeggen dat aflevering 3 niet deze video zal beïnvloeden. In ieder geval genoeg gepraat, er is namelijk genoeg te bespreken over de eerste twee afleveringen van De Mol. Ik heb er in ieder geval zin in en ik hoop jullie ook. Dan gaan we beginnen met de opening en dat was ook eigenlijk gelijk opdracht 1. Dit was echt het meest vreemde wat ik heb gezien. In de kamertje staan ze direct al in contact met De Mol en krijgen ze keuze hoeveel geld ze willen inzetten voor een vrijstelling die ze later kunnen gebruiken in de aflevering. Ik moet wel zeggen, dit is wel echt een hele gave start van het seizoen en voor mij ook heel erg onverwacht. En hier zijn een aantal dingen zijn er wel opvallend te noemen. Christian heeft 0 euro geboden en Bart had het meeste 10.200 euro. Dit zou wel een hele goede molactie gelijk al kunnen zijn, maar zoiets bij de eerste opdracht zijn is wel iets te gedurfd. Dan hebben we onder andere ook nog Els, precies op de helft van Bart met 5100 euro. Alina die 5400 euro bood, maar studenten hebben meestal, en ja ik spreek ook voor mezelf natuurlijk, niet heel veel geld, dus dit is sowieso al erg verdacht. En natuurlijk Jolien, haar geweten speelt op en ze heeft maar 400 euro geboden. En waarom ik de rest niet noem, is omdat de bedragen redelijk dicht bij elkaar in de buurt liggen en daarom voor mij ook niet direct verdacht zijn. Daarna de opdracht, en dat is eigenlijk een vrij simpele opdracht. Ze moeten van hun rotsformaties naar het fototoestel komen aan de andere kant van de berg. Ik moet wel zeggen, de omgeving is ook wel heel erg mooi in beeld gebracht en het is ook gewoon heel erg mooi om te zien. Echt pluspunten daarvoor. Maar tijdens het kijken naar deze beelden zijn mij ook een aantal dingen opgevallen. En ook eigenlijk wie ik ook wel als mol kan afstrepen, ook al weet ik dat niet helemaal zeker. Dit is in dit verhaal Jolien voor mij. Want na haar 2 minuten stilte had ze ineens de oplossing. En als mol natuurlijk zorg je ervoor dat je niet de oplossing gaat geven. En wanneer ze allemaal bij de laatste opdracht van de groepen zijn aangekomen, dan valt mij op dat Dorien constant de boel vertraagt. Die noem ik ook niet direct een molactie. En als je ook geen conditie hebt, is het natuurlijk ook heel erg zwaar. Wat wel weer een goede molactie is, en dat komt zo terug in de laatste opdracht, is deze opmerking. Je hoogtevrees, hè, normaal. Maar niet iedereen is even tuk op hoogtes. En als er straks ook maar 1 kandidaat afhaakt, is alles voor niks geweest. Er zijn hier 2 mensen namelijk die zeggen dat ze hoogtevrees hebben, namelijk Laure en Dorien. En dan is het ook alweer tijd voor de derde en laatste opdracht van aflevering 1. Dorien en Christian doen de 3 kilometer lange overtocht met een parasail. Hoe vet is dit? Leuk. Wat gebeurt er hier? Ze heeft spontaan geen hoogtevrees meer. Ja, dat is gewoon echt onmogelijk. Dan heeft zij gewoon eerder een hele goede molactie uitgevoerd. Maar goed, van elke vraag die er is gesteld, heeft ze er 3 beantwoord en 2 daarvan waren een goed antwoord. Christian heeft er voor 8 antwoorden gekozen, maar 2 daarvan waren maar goed en natuurlijk 6 foute antwoorden. En van de 4 overige vragen, deze waren goed, maar ik weet niet van wie die waren. Dus die tel ik dan ook niet mee. En vervolgens de vraag wat een pescotariër niet eet. De reactie van Alina toen het antwoord gegeven was, was voor mij ook wel een hoopzeggend. Wat eet een pescotariër niet? Wat is dat pescotariër? Dat is mijn vis. Wat eet het niet? Ja, kip, hè? Het eet geen vlees. Ja, dat is een vis, ja. Ah, zalm. Dat is een fout antwoord. Het was B, kip. Wat zei je nu? Ja, het was kip. Ja, godverdomme, nee. Sowieso vind ik grappig om te horen hoe er gescholden wordt. Maar de oprechte boosheid is voor mij echt toch wel een anti-mol-actie. En een mol wil natuurlijk dat er zo min mogelijk mensen op het eiland komen. Dus een vraag meer of minder moet dan ook niet uitmaken. En sowieso Bart, ondanks zijn opmerking, is tijdens deze opdracht dan ook niet verdacht. Hij helpt gewoon hard mee. Daarentegen vind ik Christian wel verdacht in deze opdracht, omdat hij mensen het hiermee toch wel moeilijker maken het eiland te bereiken. Het was ook een hele goede sleutelpositie uiteraard. Normaal gesproken zou ik daar nu ook doorgaan naar de executie en aflevering van deze video. Maar hier wacht ik even mee totdat ik de tweede aflevering heb besproken wat ik nu ga doen. Dan is het tijd voor aflevering 2 opdracht 1. Het betreden van de Fradeto trappen.
Alina en Bruno staan bovenaan om mensen toe te wijzen aan de opdrachten, wat uiteraard ook een ideale molpositie is. Aangezien Bruno hier is afgevallen, blijft Alina nog over als potentiële mol. Verder gaan alle andere kandidaten de 1100 treden tellende trap betreden met de kampeerspullen die ze onderaan de trap mee kunnen nemen. Ze kunnen het bedrag winnen wat ze allemaal bij elkaar hebben gespeeld, maar dan moeten ze binnen de 2 uur en 5 minuten aanwezig zijn. En hier zijn mij de volgende punten opgevallen. Bij de opdracht Griekse Rode wil Lauren nogal graag geld uit de pot spelen om de antwoorden zeker te weten. Liefde en schoonheid, dat is... Wat mij in mij opkomt is Aphrodite. Ja. Oké. Okay. Willen we toch niet een tip nemen? Puur om zeker te zijn. Hier gaan we wel een tip moeten nemen, ja, denk ik. Ik ben akkoord. Dat is Neil Diamond, de zanger. Ja. Ik zou nog een tip nemen. We gaan niet naar beneden, hè? Sorry. We gaan niet naar beneden. We nemen een tip. Ja, we nemen een tip. Ja, zeker. Ja. Dimitri. Ah ja, dat is Dimitri Vegas, hè. Oké. Okay. En nu zou je denken, Lauren, het was toch Christian die geld uit de pot wilde hebben? Nou, van de 4 bordjes die eraf gehaald zijn, zijn 3 het initiatief toch echt vanuit Lauren gekomen. En bij de voorlaatste opdracht had Bart natuurlijk een watermeloen op zijn hoofd. Maar ik vraag mij echt af of hij gespeeld bang was of niet. Maar de reactie van Jolien vond ik ook vrij opmerkelijk. Waar iedereen eigenlijk in shock is, staat zij hard te lachen. Look my arrow. Ah. Fuck, jong. Volgens nog is dit in ieder geval hoogst opmerkelijk. Iets wat we verder in de gaten moeten gaan houden. En dan is het alweer tijd voor de tweede opdracht. Opdracht 2 is het verzorgen van de bruiloft. Vindt dit ook wel echt een origineel idee om te doen. En deze opdracht is ook zeker goed te doen. Althans, zo lijkt het. Onderweg naar de taarten liepen Alina en Laura langs een hoop gebouwen. En op een van deze gebouwen lijkt de naam Alina te staan. En het lijkt ook wel een beetje op dat de verf nog vrij vers is wat erop zit. Of dit ver gezocht is of een hint is, geen idee. Maar het was in ieder geval wel opvallend. Daarna, toen ze bij de taarten waren, was Els behoorlijk warrig aan de telefoon en kon ze niet omschrijven hoe de bruid en bruidegom eruit zagen. En Laura nam uiteindelijk de beslissing welke taart ze mee terugnamen. Bruin haar allebei. Snor, baard. Ik denk dat al niet kan zijn, want anders dat ze blond gezet. Dus deze niet. Nee. Maar ja, volle snor vind ik dan wel weer heel raar. Dat is dan subjectief, hè? Ja, oké. Deze of hè? Ja, ik zou deze nemen. En vervolgens laat Els een tweetal glazen vallen, waardoor de opdracht is mislukt. Wat is dit? Els. Tussendoor. Tussendoor. Sorry. Dit is in mijn ogen echt gewoon een ideale molactie. Omdat zij de verkeerde omschrijving heeft doorgegeven voor de taart. En omdat ze de glazen heeft laten vallen. En nu dus gewoon geld uit de pot blijft. Het gaat om een aanzienlijk bedrag. Dus dan is dit gewoon heel verdacht. Ondanks alles wat hier tegengevallen is, hebben ze toch 1500 euro voor de pot verdiend. Wat eindelijk inhoudt dat ze 300 euro in de plus staan. En dan natuurlijk de laatste opdracht gedurende de aflevering was de doos waar de naam van de mol in zat. Het was sowieso, is het goed dat niemand heeft overwogen om de doos te openen. Maar wat de consequenties zijn als ze hem wel hadden geopend, weten we helaas niet. En ik ben stiekem toch eigenlijk wel benieuwd wat dat zou zijn geweest als ze dat daadwerkelijk wel hadden gedaan. Maar het enige opvallende is natuurlijk dat Jolien en Laura de doos aan het bewaken waren. Is dan een van de twee de mol? Dat ze in ieder geval elkaar konden controleren dat ze niet toch stiekem de doos openden. Is wel een hele grote mogelijkheid. Ja, eigenlijk wel. Dat is eigenlijk gewoon een hele grote mogelijkheid dat een van de tweede mol zou kunnen zijn. En dan het moment dat alle kaartjes uit de envelop worden gepakt. Hier is één opvallend moment wanneer de naam van Doreen genoemd wordt. Doreen? Dan is in plaats van het kaartje de tv zichtbaar met de naam of met het logo van de mol daarop. Het zorgt er bij mij in ieder geval voor dat Doreen toch wat hoger op mijn verdachtenlijstje komt te staan. In ieder geval, aan het einde van de aflevering hebben ze hier ook 2000 euro mee verdiend en sluiten ze de aflevering ook meer dan goed af. Dan is het nu tijd voor de executie en afsluiting van deze aflevering. Ik moet zeggen dat ik de mol toch fijner vind kijken op een of andere manier dan Wie is de Mol. Ja, ik heb er gewoon wat meer plezier in. Het is wat beter om de opdrachten te volgen en dat soort dingen. Dus ik hoop dat het zo blijft. En hier is mij
opgevallen in aflevering 1 dat Alina emotioneel was bij het vertrek van Gilles. En in aflevering 2 was Jolien, leek het op dat ze emotioneel was bij het vertrek van Bruno. Vooralsnog hou ik deze twee in de gaten, maar ze zijn niet bij mij direct verdacht. Wie ik dan wel verdenk zijn Doreen, Bart en Els. Maar voor nu is het nog te snel om te zeggen wie van hun het zou kunnen zijn. Dit zal waarschijnlijk pas na aflevering 3 of 4 wat meer concreet worden. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En als je al bent geabonneerd, vergeet er niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe De Mol video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.